Welkom allemaal! Welkom allemaal! Oh, wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn! En met zoveel ook! Oh, dat had ik niet durven dromen! Welkom in mijn nederige stulpje! Ga lekker onderuit zitten! Als jullie nou doen alsof jullie thuis zijn, dan doe ik dat ook! Nee, ik vind het echt heel fijn dat jullie gekomen zijn. Ja, het doet me goed om eens bezoek te krijgen. En ik vind het ook heel dapper van jullie, hoor. Ja, ik ben tenslotte toch de grote boze wolf, hè. De slechterik. Nee, niet ontkennen. Ik ken mijn plek en ik leg me erbij neer. Ja, ieder sprookje heeft nou eenmaal zijn onschuldige meisjes, zijn dappere helden en zijn slechterikken. Ja, maar het is wel een eenzaam bestaan, hoor, kan ik u vertellen. Denk maar niet dat Assepoestris gezellig komt ganzen worden. Of dat de kaboutertjes eens gezellig op de thee komen. Nee, ik ben tenslotte toch de grote boze wolf waar iedereen met een grote boze boog omheen loopt. Dus daar zit ik dan. Avond aan avond. Alleen. In mijn fauteuil. Te luisteren naar de radio. Deze is mooi. Oh, zo herkenbaar. Ik ben altijd de kleine. Slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele. Ik doe alles voor mijn kik. Ik ben altijd maar de macho, de latino, de nero. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Oh, ik wou dat ik geliefd was, gewoon een dag niet mezelf was. En dat jij dan op bezoek was, ik niet eenzaam en alleen was. Ik niet gevreesd, maar populair was. En dat jij mijn beste vriend was. Ik niet de schrik, maar juist de troost was. Niet angstaanjagend, maar vertrouwd was. En dat voor altijd was. Dank jullie wel. Oh, jullie zijn een heerlijk publiek. Dat ruik ik zo. Ik bedoel, dat zie ik zo. Ach, ik heb jullie vanavond uitgenodigd om mijn kant van het verhaal eens te vertellen. Ja, ik begrijp dat ieder sprookje een slechterik nodig heeft, maar... Nou ja, het zit me gewoon al een tijdje niet zo heel erg lekker. Ach, laat ik ook gewoon maar eerlijk zijn. Het ligt als een loodzware geit op mijn maag. Nee. Bij wijze van spreken dan natuurlijk, hè? Ik zie u kijken van waar heeft hij het over. Ja? Ja, hè? Goed zo. Kijk. Iedereen kent het sprookje van Roodkapje en de Wolf. Mwah! Maar er staan dingen in het sprookje die kloppen helemaal niet. Nee, zo zou ik Roodkapje ooit bijvoorbeeld... Hoe stond dat er nou? Roodkapje ooit... hier. Met huid en haar hebben opgegeten. Dat is helemaal niet waar. En niet alleen Roodkapje, maar ook... Grootmoeder. Zou ik hebben verslonden. Dat geloof je toch niet? Wie eet er nou oude taart? Jij. Maar ja, het staat hier zwart op wit. Dus dan zal het wel waar zijn. Ja toch? Zo is het toch? Dat denken jullie toch ook? Hè? 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 Dat denk jij toch ook? Nee. Lief. Maus. Hapje. Allemaal onzin. Het ligt allemaal veel genuanceerder. En daarom vertel ik u vanavond het ware verhaal. Sprookje, ik serveer jullie aperitieve feiten die alles in een heel ander daglicht zullen plaatsen. Maak u zich geen zorgen, het wordt fantastisch.
Wat een fantastisch sprookje. Nou, laten we bij het begin beginnen. Ik maak een wandelingetje. Zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Wolfje gaat op stap. Zit mijn giletje goed? Mijn machetje goed? Wolfje gaat op stap. Wolfje heeft vandaag dat lieve. Niet meer zo dat primitieve. Want Wolfje is vandaag de bon vivant. De bon vivant. De bon vivant. Vive la, vive la, vive la, vive la bon vivant. Wolfje gaat op stap. Door het hoge gras, langs het struikgewas. Wolfje gaat op jacht. Stap in het zonnetje, lijkt een ballonnetje. Wolfje gaat op stap. Wolfje vandaag dat wieve. Hallo, niet meer zo dat primitieve. Want Wolfje is vandaag de bon vivant. De bon vivant, de bon vivant. Vive la, vive la, vive la, vive la bon vivant. Wolfje gaat op stap. En zo kwam ik bij de rand van het bos, bij een huisje. De deur zwaaide open en daar stond een schattig klein meisje. Met een rood kapje en een mandje in haar handen. Haar moeder stopte nog wat koekjes in het mandje en vroeg het meisje die naar grootmoeder te brengen. Ja, grootmoeder was namelijk heel erg ziek. Maar blijkbaar niet te ziek om een kilo koekjes weg te werken. Het meisje moest het pad volgen en dan zou ze vanzelf bij grootmoeder komen. Ze mocht niet van het pad afgaan, dan zou ze kunnen verdwalen. Kijk, als ze dat nog gewoon had gedaan, was er niks aan de hand geweest. Onthoud dat goed! Nou, afijn. Roodkapje gaat op pad en ik denk, ik loop even een stukje met haar mee. Ja, niet om erop te eten, hè? Nee, ik was heel erg bezorgd en ik wilde er zeker van zijn dat ze niet van het pad af zou gaan. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Ze lijkt zich niet bewust van het gevaar. Dus loop ik steeds iets verder mee met haar. Want zij mag niet verdwalen. Ze vraagt me wat ik wil. Wil dan, vragen wat ik wil van, stil van. Als jij vraagt wat ik wil dan. En daar word ik stil van. Je bent nog zo klein, het bos is zo groot. Want als je verdwaalt, dan raak je in nood. Ga met je mee, dan gaat er niks fout. Ik snap niet waarom je mij niet vertrouwt. Zeggen die man, is die niet te zwaar? Het is nog zo ver, geef mij hem nou maar. Ga met je mee. Ga met je mee op pad, ga met je mee. Dan zie ik nog eens wat. Ik lijk misschien gevaarlijk, maar ik wandel al zo graag. Lopen is gezond en het is heerlijk weer vandaag. Ga met je mee, doe jullie mee? Ga met je mee, zo, ga met je mee, Vond ik dat beter? Ga met je mee, 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 En op dat moment kwam die vervelende jager eraan. Oh, ik schrok me een ongeluk. Jagers zijn nare mensen. Daar moet je voor oppassen. Voor je het weet, heb je een kogel in je kont. Goedemiddag, jager. Hoe maakt u het? De jager die wilde met dringend spreken, want er waren 6 geiten vermist. En of ik daar iets van af wist. Ik bedoel maar, hè? Ik krijg altijd overal de schuld van. Wat moet ik nou met 6 geiten? Kinderboerderij beginnen? Opeten. Wat? Opeten. Opeten? Ja. Wat zeg je? Versta je niet? Ja. Ja? Opeten? Ja! Nou, ik eet helemaal geen geiten hoor! Nee! Nee, het zal u misschien verbazen, maar het is zo. Wilma! Sterker nog, en vanavond vertel ik u de waarheid. En niets anders dan de waarheid. Ik ben vegetariër! Wat is dat thuis? Nee. Ja, ik moet er helemaal niks van hebben, al dat dierenleed. Ik leef op groente en fruit. Ja, bosbesjes, appels, andijvie en verder niks.
Daarom zie ik ook zo pips. Oh ja. En rauwkost. Heel veel rauwkost. Rauwe sla. Rauwe worteltjes. Rauwe biggetjes. Bietjes, bietjes. Waar was ik ook alweer? De jager. Oh ja, de jager. De jager die dacht dus dat ik iets te maken had met die 6 vermiste geiten. Want ik voldeed aan het signalement. Ik voldoe altijd aan het signalement. Maar nee, zei de jager. Dit keer had hij een ooggetuige. Ooggetuige. Dat is onmogelijk. Ik had ze immers allemaal verslonden. Ik bedoel, dat had hij allemaal verzonnen. Op dat moment zie ik gewoon het kapje van het pad afgaan. De jager die blijft maar vragen stellen. Hij wil mijn poot zien en weet waarom die zo wit is. Dus ik vertel hem dat ik een appeltaart had gebakken en dat ik waarschijnlijk nog wat meel aan mijn poot had zitten. Dat is alles. En wegwassen. Oh, roodkapje. Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Ik heb ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Ik ben haast te laat. Het spijt me, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik kan hier nu niet blijven. Ik kan hier nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijf ik even staan. Dan kan ik misschien, als het echt moet, dank je. Wat over geitenklokken en witte poten praten. Nou, dag, tot ziens, adieu, het gaat je goed. Roodkapje! Roodkapje! Roep jullie even mee! Roodkapje! Roodkapje! Ik kamde het hele bos uit, maar ze was spoorloos verdwenen. Ik moest haar vangen en vinden. Ik besloot het pad naar het huis van grootmoeder te volgen, in de hoop Roodkapje onderweg tegen te komen. Uitgeput kwam ik aan bij het huis van grootmoeder. De deur ging open en daar stond grootmoeder. En die was dus helemaal niet ziek. Ze had gewoon een kruiswoordpuzzeltje te doen. Nou, ik vertelde wat er was gebeurd. Hoe Roodkapje toch van het pad af was gegaan. En hoe ze nu spoorloos verdwenen was. Nou, dat vond grootmoedertje niet zo leuk. En dan trek ik me nog heel zacht uit. Ja, Roodkapje deed het wel vaker. Grootmoeder had er schoon genoeg van. En ze vond dat Roodkapje maar eens een lesje moest leren. En toen verzon grootmoeder dus dat ik mij als haar zou verkleden en in haar bed moest gaan liggen om zo Roodkapje flink te laten schrikken. Ik vond het meteen al een heel slecht plannetje, maar grootmoeder stond erop. Ging meteen op zoek naar een verstopplek, probeerde zich nog te verstoppen onder het bed. Maar dat paste niet. Te krap. En toen besloten we samen in goed overleg en met wederzijds bevinden dat ze zich het beste kon verstoppen in mijn buik. Ja, daar kijkt toch niemand, hè? Daar kijkt niemand. Nou, hapslik weg. Ja, zo gedaan. En daar lag ik even later. In het bed van grootmoeder. Met een nachtjaponnetje aan. Chocola. Oh. En een slaapmutsje op. Zo. Te wachten. Broodkapje. Oh. Ik voelde me helemaal niet goed. Ik voelde me zo ongemakkelijk. Heel ongemakkelijk. Au. Au. Deur open en dicht gaan. Ik hoor het kraken van een tree. Ik hou mijn blik strak op de deurknop en die gaat naar beneden. Ze
van binnen zonder krabben. Ze kwam binnen zonder kloppen. Ze kwam binnen zonder kloppen. En ik zei geen woord. Doodse stilte. Roodkapje keek me aan, maar ze snapte er niks van. Ze zag iets aan me, maar ze kon het niet plaatsen. Er klopte iets niet, maar ze kon de vinger er niet op leggen, denk ik. Ach, het was een hele rare situatie. Ja, moet je je eens voorstellen. Of wacht, ik heb een idee. Maar dan heb ik wel een vrijwilliger nodig. Iemand die Roodkapje kan spelen en ook goed kan lezen. Even kijken. Kan jij goed lezen? Ja? Kom maar, hoe heet jij? Isis. Kom maar. En als je niet kan lezen. Zo. Ga maar hier staan, Isis. Goed zo. Hier, zei ik. Goed zo. Ja, goed zo. Hier, zei ik. Nou, dan heb ik hier een kaartje. En daar staan 3 zinnen op. En die moet je precies zo voorlezen. Want dat zei ze, oké? Okay? Ja? Oké. En goed hard, hè, dat iedereen het goed kan verstaan. Nou, dan ga ik weer even in bed liggen. Zo. Met mijn nachtjaponnetje weer aan. Zo. Ja, klein vraagje tussendoor. Dan mag je zelf, je mag je eigen interpretatie erop loslaten. Ja? Oké, goed zo. Nou, het slaapmutsje weer. Huppakee. Nou, Isis, zin 1. Grote oren? Ja, kindje, die groeien door, hè, als je ouder wordt. Ik wist niet wat ik moest zeggen. En toen kwam zin 2. Oké, kom maar, zin 2. Wat heeft een kleine oog? Kleine oog, hè? Ja, kindje, dat lijkt maar zo, want ik heb mijn brilletje niet op. Pure paniek. En toen, zin 3. Oké, kom maar, zin 3. Grote mond. Ja, kindje. En dan kan ik jou beter opeten! Hey, dat meen ik natuurlijk niet, hè? Ik moest haar laten schrikken. Nou, dat lukte aardig. Het arme kindje was helemaal van het padje af. En net op dat moment stond die vervelende jager voor de deur. Roodkapje, je moeder zoekt je. Ah, die moeder was natuurlijk ongerust en had die vervelende man gestuurd. Wat moest ik doen? Ik stond daar nog steeds verkleed als grootmoeder. De jager zou me nooit geloven als ik zou vertellen dat het allemaal maar een grapje was. En Roodkapje, die bleef maar gillen. Gil maar even. Ja, maar dat... Het was veel en veel harder, Isis. Gil maar even. Ja, het was nog harder. Gillen jullie allemaal tegelijk maar even. Ja, kijk, ja. En je weet dus niet hoe een jager daarop reageert, hè? Zijn hele nare mensen, hoor. Dus toen dacht ik, ik verstop Roodkapje ook maar even in mijn buik. Ja, ik kan grootmoeder er meteen even bij praten over de situatie. Ik ga maar weer zitten. Groot applaus voor Isis! Nou, afijn. Roodkapje, die had ik veilig opgeborgen in mijn buik. Zat lekker bij te kletsen met grootmoeder. En toen wilde ik het op een rennen zetten. Tja! Maar dat ging niet. Top! Ik viel om door mijn enorme gewicht. Ga maar na. Roodkapje, grootmoeder. 3, 4, 5, 6 geiten geslikt. Ik was zo zwaar, ik kon geen kant op. En toen kwam de jager binnen. Met een heel groot geweer. Het is een grote flashback nu. Oh, zoals mijn moeder altijd al zei. Kleine jongen. Je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten net als ik. Ik kan het weten, het
leven is niet makkelijk. Als wolf ben je al snel een slechterik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar jagers zijn er ook helaas, het is waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Dus zing je eigen lied en hoop dat het gehoord wordt en in ieder ziet dat jij ook goede kanten hebt en veel verdriet om wat de mensen zeggen over jou. En leven gaat voorbij, er is zo weinig tijd, dus zing wat jij bent vrij. Maar hou het wel gezellig, maak de mensen blij, dan zul je minder eenzaam zijn. Zo zit het dus, zo is het gegaan, maar ja, wie gelooft er nou een boom? Tot op de dag van vandaag loopt iedereen met een grote bogenboom, boze boog om me heen. Dames en heren, u was een geweldig publiek, dank u wel! Nog één keer met z'n allen, handjes in de lucht en doen we mee op la la la, la 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 la.